eerste winnaar. De eerste winnaar constateerde begin jaren 90 dat er in Nederland geen enkel magazine is voor de lesbische en biseksuele vrouwen. Oh. Ja. Oh. Waarom hoor ik nu alleen maar mannen? Dat is raar. Niets waaraan je kon spiegelen of waar je een herkenbaar verhaal kon lezen. Ondernemend als ze is, besloot ze dan zelf maar het blad op te richten. Wat in 1992 begon met een contactadvertentiekrantje voor lesbische en biseksuele vrouwen, groeide al snel uit tot een professioneel en kleurrijk magazine. Vandaag, 20 jaar later, is dat magazine een prachtige, krachtige, dubbeldikke klossie die zich prima kan vergelijken met De Linda. Het magazine is niet alleen voor de lesbische vrouw, maar ook nadrukkelijk voor de biseksuele vrouw. Onze winnares is zelf ook biseksueel. De eerste Bob Angelo Penning 2012 is voor de eigenaar en uitgever van De Zij aan Zij, Maria van Oosten. Ik vind het een enorme opsteker dit. Ik kopieerde het zelf, ik raapte, ik niette. Kortom, het was een letterlijk in elkaar geknutseld contactenkrantje. En ik vond het leuk. Ik vond het ongelooflijk leuk om te doen. Wie de kamerstukken uit die jaren terugleest, herkent in zijn inbreng de bouwstenen van het huidige LHBT-beleid. Bestrijden van homovijandigheid op school, homovriendelijke zorg, emancipatie etnische kring en de aanpak van homofoob geweld. Van Roemenië tot Iran, van Egypte tot Namibië, ook de problemen van asielzoekers en de LHBT's in het buitenland ontgingen hem niet. Dat homofoob geweld nu door de politie wordt geregistreerd, de regering meer aandacht heeft voor homovijandigheid op school, LHBT-vluchtelingen een hogere kans maken om asiel te krijgen en dat ook buitenlandse overheden, onze overheid, op de vingers wordt getikt op het moment dat de mensenrechten, de homorechten worden geschonden, is mede te danken aan hem. Nadat hij van 2003 tot 2006 de eerste openlijk homoseksuele fractievoorzitter in de Tweede Kamer was, ging hij naar New York en we dachten we zijn hem kwijt. Gelukkig niet. Daar zet hij zijn talenten in sinds 2007 opnieuw in voor de LHBT's als directeur seksuele minderheden van Human Rights Watch. Door knap politiek opereren weet hij te regelen dat de openstelling van het huwelijk in 1998 wordt opgenomen in het regeerakkoord van het tweede Paarse kabinet. En the rest is history. Vanaf 1 april 2001 kunnen paren van gelijk geslacht voor het eerst in de wereldgeschiedenis met elkaar trouwen. Hun liefde op dezelfde wijze bezegelen als heteroparen. Gaat de tweede Bob Angelo Penning 2012 naar... Voor mij is hiermee een van de cirkels in mijn leven rond geworden. En dat komt omdat, het is lang, lang geleden, ik was een jaar of 12, 13 denk ik, dat ik voor het eerst hoorde over het COC. En ik wachtte net zo lang tot mijn ouders weg waren en mijn zus, die hier met haar vrouw aanwezig is, ook niet thuis was. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga het COC bellen, want ik wil een homo spreken. Ik was ontzettend nerveus. En ik pakte die hele dikke telefoongids. Ik belde het COC-kantoor in Utrecht. En ik kreeg meteen iemand aan de lijn. En die zei, met het COC? En ik was zo geschrokken dat ik meteen stil viel. Ik had een heel verhaal in mijn hoofd, maar ik hapte naar adem. En toen zei hij, ja, hallo. En ik was nog steeds stil. En toen zei hij, wil je erover praten? En ik dacht, oh. Dus ik gooide de hoorn erop.
rende naar boven naar mijn jongenskamer en dacht, ik heb een homo gesproken. En nu sta ik hier en krijg ik zomaar die penning van het COC. Fantastisch. Maar ik ben gelukkig niet meer dat bange jongetje van toen. Maar in mijn werk voor Human Rights Watch kom ik inderdaad wel dagelijks met homo's, lesbo's, biseksuele, transgender mensen in de wereld tegen die echt reden hebben om bang te zijn. Had je ook zoiets, ik zou het wel leuk vinden om hem ook een keer te krijgen, ergens in je achterhoofd, want je ziet die prijs is natuurlijk al een aantal jaren op de markt. Nou, weet je, ik woon in New York en ik werk niet in Nederland, dus ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer zo over de prijs had nagedacht, totdat ik bericht kreeg dat ik hem kreeg. En moet ik zeggen, vond ik toch wel heel erg eervol. En dat is ook de reden waarom ik dacht, weet je wat, ik stap gewoon in het vliegtuig en ik kom gewoon uit New York over. Want ik vind het toch heel eervol en Bob Angelo of Nick Engelsman heb ik altijd zeer bewonderd. Het is een bron van inspiratie voor mij. Dus ik ben blij dat ik er ben en ben blij dat ik hem heb. En deze prijs, deze Bob Angelo penning, die zou ik graag willen opdragen aan iemand die eigenlijk even moedig is als Bob Angelo. Maar dan in een heel andere context. Een vriend van mij uit Cameroen en hij is dokter en openlijk homoseksueel en hij heet Steve Nemande. Elke dag als er homo's of lesbo's worden gearresteerd in Cameroen, gaat hij ze opzoeken in de gevangenis. Hij geeft interviews, hij schrijft protestbrieven met gevaar voor eigen leven. En ik wil dus aan Steve Nemande deze prachtige Bob Angelo penning opdragen. Ik heb hem opgedragen aan een vriend van mij die openlijk homo is en dokter in Cameroen in Afrika. Waar bijna dagelijks homo's en lesbo's worden gearresteerd. Sommige mensen die ik ken hebben 5 jaar gevangenisstraf gekregen. En hij als openlijk homo in dat land durft de regering te trotseren en durft te vechten tegen intolerantie. En hij toont dus als het ware dezelfde moed die Nick Engelsman jaren geleden in Nederland getoond heeft. Dus het is voor mij een manier om het door te geven. Zo opeens was daar dat woord weigerambtenaar. En aan de andere kant van de plas denk je dan, wat is dat? Nou ja, dat is dan wel duidelijk. Toen dacht ik, wat raar eigenlijk, die weigerambtenaren zijn zo in het nieuws. Maar wie er niet in het nieuws zijn, dat zijn de meewerkambtenaren. En die hebben we gelukkig ook in Nederland en veel meer dan weigerambtenaren. Zo is hier vandaag aanwezig Bastiaan Winkel van het ministerie van, moet ik even goed nadenken, Veiligheid en Justitie. En hij werkt nu aan een hele goede transgenderwet die hopelijk heel binnenkort wordt ingediend bij de Tweede Kamer. En waarin voor het eerst dus wordt gemeld dat het niet meer nodig is voor transgender mensen om de overheid in een lichaam te laten snijden. Ze kunnen nu in het nieuwe wetsvoorstel gewoon een identiteitsdocument, een nieuw paspoort krijgen, zonder dat ze onherroepelijk onvruchtbaar zijn gemaakt. En dat is echt fantastisch. Ten slotte memoreerde je ook nog even de weigerambtenaar die je aan de andere kant van de plas had waargenomen. Weigerambtenaar is een nieuw woord en als je dat zo in New York leest over Nederland, denk je, hè? En wat ik zo zonde vind is dat de meewerkambtenaren, dus de ambtenaren die ontzettend goed werk doen voor de homozaak, nooit genoemd worden. En ze werken op alle ministeries, zoals op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een ambtenaar die werkt nu aan een goede transgenderwetgeving. Een ambtenaar bij OCMW die het over voorlichting heeft en de minister weet te bewegen van standpunt te veranderen. Een ambtenaar op buitenlandse zaken die een heel goed buitenlands beleid voor Nederland doet. Dus er zijn ontzettend veel meewerkambtenaren en die mogen ook wel eens in het zonnetje gezet worden. Ook uitgenodigd is Ben Wax van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. En zoals we al gehoord hebben van Vera, enorm veel dank ook aan Ben Wax voor zijn werk rond voorlichting op scholen. En niet alleen in Nederland, maar ook hij draagt die boodschap ook in het buitenland uit. Dus hij is ook zo'n meewerkambtenaar. Een applaus voor u. Dankjewel. Ik wens je een fijne dag nog even in Amsterdam. Morgen weer terug? Overmorgen terug. Morgen even naar mijn ouders. En dan weer terug. Ik hoorde net even, toen je die prijs in ontvangst nam, blijf zoals je bent klinken. Ja, kan het niet helpen, moet ik toch even naar vragen. Een liedje van Justine, heb jij daar een band mee? Ja, ik vond dat een van de mooiste songfestivalliedjes ooit. Dat heb ik haar ooit wel eens gezegd. Ook sindsdien
is er mijn vriendin, althans op Facebook. En, scoop. En ik was dus heel blij dat ze aan die ramp ontsnapt is in die boot. Hè. En... Ja, dat wou ik net vragen. Heb jij nog gesproken naar de grote Costa Concordia ramp? Nee, nog niet. Maar dat gaat wel gebeuren. Maar wel via Facebook. En zover gaat de betrokkenheid van Human Rights Watch dan weer niet? Nee, want ze heeft zichzelf kunnen redden. En dan heeft ze Human Rights Watch niet nodig. En als ik zo hoor, bevlogen speech, en ik heb je een paar keer eerder gesproken, onder andere in Moskou ook, waar je was. En haal je uiteindelijk meer voldoening misschien nog wel uit dit werk dan vroeger uit die prachtige politiek in Nederland? Ja, het is een soort stapeling van ervaringen en ideeën. En, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Ik heb gewoon een fantastisch leven. En ja, dat komt door alles wat je in je bagage hebt op een gegeven moment. Of is er een kleine kans dat je ooit nog terugkomt, politiek in hier, om orde op zaken te stellen? Nou, ik heb het ontzettend naar mijn zin in New York. Mijn man is hier ook en die heeft altijd een zware stem in de beslissingen die we nemen. Maar ooit komen we wel terug naar Nederland. Nou, dan gaan we ons aan deze gedachten laven. Mag ik nogmaals een groot applaus voor Boris Dietrich en voor Gerard Ekdom.